iedereen, vandaag hebben we weer een nieuwe shoplog voor jullie. En het is weer een Action shoplog, zoals je waarschijnlijk wel aan de titel hebt kunnen zien. Ik volg Action ook op Instagram en daar zag ik dat ze leuke kussensloopje hadden die mij heel erg leuk lijken om op mijn bank te liggen, laten liggen. Zo, kom neer te leggen? Neer te leggen, inderdaad. Dus ik zei tegen Tara, laten we weer even een keertje naar de Action gaan. En het is iets meer dan één kussensloopje geworden. Ja, het is iets uit de hand gelopen. Maar we hebben wel hele leuke dingen gescoord, dus we dachten we gaan het aan jullie laten zien in deze shoplog. Nou, ik begin wel gelijk eventjes met het kussensloopje waar het dus allemaal om draaide. En dat is deze. Hij is helemaal wit, cremig wit eigenlijk. En heeft hij heel veel leuke textuurtjes erop. Dus een soort van combinatie tussen een mat en wat bolletjes. En deze leek me wel heel erg leuk om alvast een beetje richting de lentetrend in mijn huis te gaan. Dus ik dacht, ik neem deze mee en deze was €3,79. Dan heb ik hier nog twee hele leuke kaarsjes. Ze zitten in een houdertje met een marble printje eromheen. En je had vier soorten in totaal, geloof ik. Volgens mij wel, ja. Ja. En dan heb ik hier de zwarte variant met een gouden detail. En dat is in de geur hamam. Gewoon lekker fris, ergens een beetje mannelijk. Ja. En dan heb ik hier een andere in de geur heaven. En die is gewoon wat zachter, een beetje homie-achtig. Beetje vanille. Beetje fris ergens ook wel. Frissig, ja. En, deze is ook een heel leuk, een mooi rose gold labeltje erop zitten en het staat ook gewoon super leuk. Ja, dus ik vond ze heel erg mooi en ze kosten maar €1 per stuk. Bij de strijkwaren hebben we natuurlijk ook nog eventjes gekeken en er kwamen hele leuke washi tapejes tegen. Ze hadden echt meerdere soorten, maar we vonden deze wel het allerleukst. Want het is een soort van wit, semi-doorzichtig tapeje. Mm-hmm. En deze heeft rose gold patroontjes erop zitten en dat zijn sterretjes. Het is het woord thank you en het zijn weer pijltjes inderdaad. En dat het rose gold is, vond ik echt wel heel erg gaaf. Ja, dat is heel leuk. En deze heeft een gouden kleur. Een beetje metallic ook. En die heeft dan ook leuke vormjes, dus driehoekjes en stipjes. Die vind ik heel erg leuk. Ja. En op de andere staat echt van alles. Ik weet niet precies wat er allemaal op staat. Iets met happy en little things. A little echt een little confident each day. Misschien. Geen idee, maar ik vond hem wel heel erg leuk. Ja, vooral dat het metallic is, vond ik echt super mooi. En het prijsje. Ze kosten maar 80 cent per stuk. Ja, en per drie eigenlijk. Drie rolletjes, dus ik vond het wel heel chill. Nou, bij de feestafdeling vond ik deze folieballonnen. En deze heb je in de vorm van allerlei cijfers. Ik hoopte eigenlijk stiekem dat ze ook letters hadden, maar die kon ik zo snel niet vinden. Dus ik weet niet 100% zeker of ze ze hadden. In ieder geval wel cijfers. En ik vind het heel erg leuk, want deze ballonnen zijn bij andere winkels vaak rond de €1. En ze waren bij de Action maar 60 cent. Dus ik heb er meteen twee meegenomen. De 9 en de 0 voor als wij binnenkort de 90k halen op YouTube. Yay! En jullie kunnen ons helpen door meteen op die abonneerknop te drukken. Dan komen wij iets dichterbij en dan kan ik binnenkort die ballonnen opblazen. Ja. En dan weet ik veel, een leuke Instagram ermee maken. Hangen we het elke keer achter ons in een video of... Ja, iets in die trant inderdaad. Dus alsjeblieft, druk gelijk even op die abonneerknop. Help ons naar die 90k, dan kunnen wij ze opblazen. En ik vind het wel echt een hele goede tip, denk ik, voor jullie. Want ja, folieballonnen zijn gewoon awesome. Ja, toch? Inderdaad. Ja. Verder kwam ik ook nog dit tegen. Dit is de Glass Beaded Garland. En het is eigenlijk gewoon een stuk touw met wat glazen kraaltjes eraan. Het ziet echt super schattig uit. Ik heb nog niet echt een idee waar ik het voor ga gebruiken. Maar mocht je gewoon een heel simpel armbandje willen maken, kan je ook gewoon een stuk afknippen en dat omknopen. Eigenlijk is het wel leuk. Maar het ziet heel leuk uit en komt gewoon niet laat om te laten liggen. En, we verzinnen er vast wel een DIY mee. En het was maar 72 cent. Dus dat is ook wel prima. Je krijgt echt best wel veel voor. Je krijgt er 5 keer 105 centimeter. Nou, kan je heel wat armbandjes voor maken. Of andere leuke dingen mee doen. Dus helemaal leuk. Ik heb deze lantaarn meegenomen voor maar €3. En hij deed me een beetje denken aan een andere vaas die ik ooit in een interieurwinkel had gezien. Van volgens mij het merk House Doctor. En die had ook een beetje zo'n kleurverloop van goud naar gewoon glas eigenlijk. Transparant. Ja. En ik zag hem staan. Toen dacht ik, hij doet me eraan denken. Ik vind hem gewoon heel erg leuk. Want ik wil er ook geen kaarsje in doen. Ik denk dat ik er gewoon bloemetjes in wil doen. Ja, ik kan er wel een kaarsje in doen. Moet maar even kijken. En dan heeft hij hier ook nog een detail van een touwtje die eraan hangt. En ik vind hem gewoon heel erg cool. Ik denk dat hij heel erg goed staat in een stoer interieur. Ik vind hem ook wel heel luxe eruit zien, zeg maar. Ja, voor maar €3. En dan heeft hij toch een beetje dat metallic erop zitten. En ze hadden hem ook nog in het rose gold en gewoon grijs, geloof ik. Maar ja, ik vond goud metallic wel het allervetst. Dus
heel erg blij mee. Volgende item dat ik hier heb is een spiegel met aan de achterkant van die zuignappen. Ik vind het heel erg handig om op mijn raam te plakken. Wat ik dan doe is hem op daar, ja, dat zoals ik op mijn raam plakken. En dan krijg je gewoon natuurlijk daglicht naar binnen. En dat is heel erg fijn als je make-up gaat aanbrengen. Dan weet je zeker dat je goed licht hebt om je mee op te maken. En het leek me wel heel erg handig. En deze is ook nog vergrotend. Dus dan kan ik ook alles goed zien. En deze was €1,29, dus dat is echt geen geld. Nou, op de beauty afdeling vond ik dit palet van Max & More. En er zit echt van alles in, namelijk een foundation, een highlight, een contour en een blush. Zo ziet het palet eruit. En dan heb je bovenin de highlights in twee verschillende kleuren. Een lichte en een iets donkerdere. Dan heb je een foundation en de contour is eigenlijk in één. Dus je hebt lichte en donkere kleuren. En dan heb je onderaan ook nog de blush. En daar zit volgens mij ook nog een lichte shimmer in. Dus we zullen ze ook al meteen even gaan swatchen, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Kijk, dan begin ik eerst met de donkere highlights. Oh, ik ben zo goed pigment, of niet? Ja. Is het wel een highlight? Ja, hij heeft hele gouden shimmers erin. Ja, maar hij is wel heel erg bronzy, dus ik zou het eerder zien als een bronzer. Misschien is het dan wel de bronzer. En dan heb ik hier de highlighter. Maar wel een bronzer met veel... Oh, die highlighter is wat minder. Dat is de donkere kleur foundation. Wow. Oh, die ziet er wel goed uit. Die ziet er wel heel mooi uit. Alsof het ook best wel mooi blend of zo. Niet heel, zeg dat, streperig. Nee, ik heb het idee dat de poeders voor de foundation en de contour, dat die best wel wat kleur afgeven. Zo! Wauw, maar die zijn niet het donkerste. Die geeft wel het meeste kleur. Zie je dat? Ja. Die heeft een wat rozere ondertoon. Ja, inderdaad. En dan nog eventjes de andere lichte versie. Wauw, oké. Wauw. Dat geeft best wel... Dus mijn hele broek zit wel inmiddels echt onder. Sorry. Best wel wat fallout, maar hij lijkt op de huid wel heel mooi te kunnen blenden en zo. Ziet er best goed uit. De donkere blush. Een beetje peachy op je arm. Ja, die is niet echt heel... Hij is niet zo rood als... Heftig, zeg maar. Hij ziet er niet zo rood uit als hier. En hij is op de arm gewoon iets natuurlijker. En dan de roze. Wow. Wow, die is echt roze. Die is gewoon Barbie roze wel. Ja, dat was misschien wel iets te veel. Nou, zo op het eerste gezicht ziet de palet er heel erg mooi uit. De meeste kleuren zijn echt wel heel erg goed. Het enige, volgens mij die highlighter hier, die vonden we wat minder. En deze kleur hieronder, die was ook wat minder gepigmenteerd. Maar de rest was echt gewoon super goed. Ik heb nu de twee lichtste kleuren van de foundation op mijn gezicht aangebracht. Om het te matteren. En ze zijn niet per se te licht, omdat ze gewoon niet super erg dekken. Maar bijvoorbeeld die donkere kleur, die dekt wel heel erg. Oh ja. Oh, is een beetje te veel. Oh. Even iets blenden. Oh, oké. Okay. Ik heb hem veel te ver naar beneden getrokken. Dus nu lijkt het alsof ik een hele erge ingevallen wang heb. Maar je kan wel gelijk zien wat het doet, toch? Zoals je ziet, dekt hij wel heel goed. Is het al weggewerkt? Ja, maar ik vind dat de poeders ook niet heel erg poederig op je huid eruit zien. Net als minerale make-up, dat het dan smelt en dan wordt het een foundation. Mm-hmm. We gaan ook eventjes de highlights proberen. En ik denk dat ik gewoon even voornamelijk deze bruine pak. Hij is wel heel donker. Ook mag niet blazen. Nee! Gadver! Ook sorry, nog op mijn sorry kwast. Ik heb niet geblazen echt. Oké, okay, ik denk dat die het wel heftig gaat zijn. Ik denk dat hij te donker is misschien, ja. Oeh. Jeetje, ja, je hebt hier echt niet veel Maar ik denk niet dat het een highlighter is. Het is meer een soort van heel erg... ja, het is echt een bronzer met heel veel shimmers. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar in het echt is het nog net iets... Het is misschien een beetje oranje voor mij. Maar ik denk straks met de zomer is het wel heel erg leuk om zo'n beetje bronzy eruit te zien. En deze dan? Maar de kleur is wel heel erg mooi en warm. Ja, ik zie het wel hoor. Oeh. Volgens mij zie ik het... Oeh. Ja, het is wel mooi hè. Het ziet er goed uit. Ja. Ik vind vooral echt dat hij heel erg mooi op de huid eruit ziet. Je hebt nog wel eens poeders dat je het echt wel ziet zitten. Ja, en ik vond de swatch net echt een beetje tegenvallen eigenlijk. Ja. Maar zo op mijn wangen. Nog even deze kant. Zo, dit is before. Oké. Mooi. Oké, toch wel weer mooi dan. Ja, en ook al hoe ik het zeg maar in het echt zie, ziet het er echt heel goed uit. Goed gekeurd. Ja, goed palet. Ja, vind ik echt, dat je hier wel echt... Is geen geld. Nee. Prima. Ik kan ook nog wel een klein beetje blush op doen. Oh, oei. Dat is wel echt een beetje jammer. Wat? Ik heb echt al het poeder nu losgemaakt. Dus als ik dit nu laat vallen, dan is mijn hele broek roze. Ik denk dat je nu heel veel roze op je wangen hebt. Is dit te roze? Ja, denk het wel. Nee, het ziet er wel uit als een beetje een gezond blosje. Ja. Ja,
Nee, vind ik wel mooi. Nou, top. Mooi. Volgende item is een hele simpele bloempot. Ik heb namelijk net een nieuwe cactus en ik hoop dat deze daarin gaat passen. Leek me wel heel erg mooi staan. Eigenlijk heb ik voor de rest in mijn huis ook alleen maar plastic witte potten staan. Heel erg eentonig, maar ja, het is gewoon heel erg makkelijk. En deze zijn super cheap. Deze was echt 99 cent, oh, nice. Een euro, dus daar kan je ook niet mee misgaan. Dus ja, deze. En dan heb ik hier een mandje. Dit is gewoon een plastic wit mandje om spulletjes in te bewaren. En hij is wel fijn dat hij gewoon stevig is en hard. En hij is ook helemaal van plastic, dus de bodem is ook gewoon glad. Dus als het vies wordt, dan kan je het makkelijk schoonmaken. En hij kost maar €1,26, dus daarvoor kan je het ook niet laten liggen. En we kwamen ook deze tegen. Dit is de Hair Straightener Brush. En dat is een borstel. Die werkt op elektriciteit en hij zou dus warm worden. En hij zou dus je haar stijl moeten kunnen maken. Ja, en ik denk dat iedereen wel de styling borstel inmiddels kent. Van een ander merk, weet of niet uit mijn hoofd welke. Nee. Die is wat duurder. En deze is... best wel goedkoop. €12,95. Dat is toch echt niks eigenlijk? Dus ja, ik had iets van, voor die prijs wil ik het dan wel weer gaan proberen. Om deze uit te proberen. Ik ben heel erg benieuwd wat het effect is. Zo, nou, zo ziet hij eruit. Jeetje, wat een gekke... Ja. Oeh. Ja, het voelt een beetje raar. Ik ben benieuwd of je haar niet of heel erg hier... in gaat vastzitten. Ja, zou dat zitten? Oh nee, dat valt wel mee. Oh, okay. Want normaal gesproken, als ik mijn haar stijl, dan pak ik er wel altijd een borstel bij. Omdat het anders gewoon raar gesteld wordt. Gaat het helemaal zo. Ja, dan maak je het heel erg plat, zeg maar. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd of deze net zo goed is als die andere haarstylingborstel. Want hij is maar €20. Dus dan kan je net zo goed deze halen in plaats van een iets duurdere versie. Ja, hij gaat wel tot 205 graden. Dus dat is ook best wel veel. Dat is heel hoog. Ja. Dus ik dacht ook van, nou ja, dat vind ik nog best wel veelbelovend. Ja, en dit is een budgetproof. Apparaten zijn altijd leuk om uit te proberen. Dus laat me vooral eventjes weten in de comments of jullie willen dat wij deze ook gaan uitproberen op ons kanaal. Want wij zijn zelf echt super benieuwd om hiermee aan de slag te gaan. Dus laat eventjes weten of je dat wilt zien. We hopen dat jullie het leuk vonden om weer een Action Shop nog op ons kanaal te zien. Wij zijn in ieder geval super blij met de spulletjes die we geshopt hebben. Nou, laat vooral nog in de comments achter dus of je een review zou willen zien van die styling haarborstel. En wat je van onze geshopte spulletjes vindt natuurlijk. En vorige keer was ik het volgens mij vergeten. Maar ik wil jullie heel graag weer een random vraag stellen. En mijn random vraag van deze keer is... wat is jouw laatste aankoop geweest? Het kan alles zijn. Het kan van Action zijn, maar het kan ook gewoon... boodschappen zijn. Anything, ja. Dus laat het maar achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. En zien we je heel graag terug in de volgende video. Vergeet je dus niet te abonneren. En als je geabonneerd bent, druk even op dat belletje... zodat je geen enkele video van ons mist. En zien we je heel graag weer terug in de volgende video. Doei! Doei!